Vandaag moet ik zo snel mogelijk een dodelijk parcours zien te halen. Terwijl de lava elke seconde zal stijgen. Vergeet zeker even niet te liken. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom allemaal. We zijn hier in een parcourswereld. En over 25 seconden gaat de lava omhoog. En de bedoeling is dat ik zo snel mogelijk ga rennen en probeer niet dood te gaan door vallen en weet ik wat allemaal. Kijk, zoals dit hier. Daar moet ik op tijd op... Nee! Oh, nee, ik heb het fout gedaan. Oh, 5 seconden gaat de lava. Oh, nu moeten we snel zijn. 3, 2, 1. Oh, daar komt de lava aan, jongens. Oh, daar is de lava. We moeten sneller zijn. Gewoon springen. Gewoon springen en rennen. Waar is het eerste checkpoint? Oh, de lava komt eraan. Oh, mijn god. Oh, ik ga het net aan redden. Oh, volgens mij hebben we het net aangered. Oké, doorgaan. Waar moeten we nu heen? De lava komt eraan. Oké, het is 14 blokjes onder mij. Dat is helemaal prima. Ik weet alleen niet waar ik heen moest. Oh, ik moest hier niet heen. Waar moet ik heen? Hierheen. Oké, en dan hierheen. En oh, waar moet ik heen? Hierheen. Zo. Oh, daar is de lava. Nee! De paddenstoel werd groter. Ik schrik me helemaal kapot. Oh god, de lava is er. Ah! Dit is toch onmogelijk, jongens? Oh, ik ga dood. Ik ben dood. Oké, jongens. Poging nummer 2. Ik weet nu waar ik heen moet. Dit kan niet meer fout gaan. Dit moet goed komen. Dit moet helemaal... Oh, ik ben gevallen. dat ging mijn voorsprong. De bedoeling is dat we gewoon letterlijk het einde halen zonder dat de lava ons doodt. En ik mag niet doodgaan door die vallen. Kom op, vallen. Opschieten. Op die manier gaan we dood. Ja, dan maar een beetje damage. Maar ik moet echt doorlopen. Ik moet echt door. We hebben de tijd niet om niks te gaan... Oh, ik zie de lava alweer. Kijk, dit ding bounce me omhoog. Dan vallen we hier op en dan springen we door. Gaan we hier met de ladder omhoog, dan hebben we weer even. En nu weet ik waar we heen moeten. Net had ik echt geen flauw idee waar ik heen moest. Maar zoals je nu ziet hier, gaat het al een stuk beter. Nu heb ik die grote paddenstoel, je meen je. Die grote paddenstoel heeft me echt genaaid. Kom op, doorrennen. Doorrennen, hierheen. Kom op. Hoe moet je dat doen? Oh, ik moet wachten op die grote paddenstoel. Ja, maar dan ga ik het nu toch niet meer redden. Hoe willen ze dat ik het nu nog ga redden? Hier, boing, hoppakee. Oké, we zijn ongeveer net zo ver als dat we net waren. Volgens mij, ja, net was ik tot hier gekomen. Oké, gaat goed. Doorrennen. Hete voeten. Hier moest ik niet heen, ik moest hierheen. Oh, hete voeten. Ik ga het niet redden. Ik heb het niet gered. Poging nummer 3. En nu kan het niet fout gaan. Nu weet ik precies wat mijn valstrikken zijn en zo. Dit moet goed... Oh, kijk dit dan. Wat een kwaliteit lever ik ineens. Ik mag niet vallen. Als ik dit gewoon in één keer goed doe... Ja. Oh mijn god, ik ren er bijna te ver door. De lava is nog niet eens aanwezig. De lava is pas over 2 seconden. Moet je nagaan. Dit noem ik nou echt kwaliteit, jongens. Dit. De paddenstoel hebben we gepakt. Oké. Rennen we gewoon door. Hoppen. Ja, dit is het gewoon. Dit is de run. Hier komen jullie voor. Dan springen we hierheen. Dan weet ik nu dat ik gewoon door moet springen. Kijk hoe... Ik ben echt heel goed hierin. Nee, paddenstoel! Oh mijn god. Oké, we hebben het net aangehaald. Wat doet dit? Dit geeft mij jump boost. Oké. Dit geeft mij jump boost. Dit geeft mij ook jump boost. Oké. Dan kunnen we hier op de wolk. En dan kunnen we nog hoger. Jongens, we zijn bij level 3. Hier zijn we nog in één keer geweest. En het verbaast me dat er geen checkpoints zijn. Dat maakt het oprecht heel moeilijk. Dat er gewoon... Nee, jemig! Oh mijn god, die paddenstoel. Oké, snel terug. We hebben nog heel eventjes. Dus op zich geen stress, jongens. Geen stress. Niks aan de hand. Die paddenstoelen hier zijn een beetje vervelend aan het doen. Maar dat maakt niet uit. We zijn verder. Pas op voor de trap hier. Hoppakee. Dan hebben we jump boost. Kunnen we daarheen? Dan kunnen we hierheen springen. Zo, hoppakee. Dan moeten we naar deze paddenstoel. Niks aan de hand. Oh, ik zie de lava. Wel een beetje iets aan... Oh, we hebben hem! Ja, we hebben hem! Tijd voor de tweede map. Daar gaan we, jongens. Map 2, wereld 2. We zijn nu in één keer in een soort woestijnwereld beland. En ik moet zeggen, deze wereld ziet er wel heel cool uit. Dit ziet er serieus echt heel cool uit. Wat gaat er gebeuren hier? Daarheen, oké. Shoot the target. Oké, dat kan ik. Gewoon de target raken. Daar. Komt die. 1, 2, hoppakee. Ja, hij is geraakt. Huh? Ik raakte hem toch? Ja, oké, dan moest hem nog een keer raken. Oké, dan hierheen. Dan daar weer op. De lava is inmiddels... Hij heeft me te pakken. Dat ging wel heel snel.
Goed, poging nummer 2 in wereld 2. We hadden 3 pogingen nodig in de vorige wereld. Of 4, wat was het? 3 of 4? Maar in deze wereld geloof ik dat het helemaal goed komt. Ik geloof dat dit helemaal goed komt. Daar gaan we, jongens. 1, 2. Direct de target raken, zo. Dat is beter. Dan hier naar beneden en weer omhoog, zo. Daarop. Dan hier. Ik ben gevallen. Oh, wat stom. Poging nummer 3. Daar gaan we. We kunnen dit. We kunnen dit. Poging nummer 3 is echt... onze poging. Dit is het, jongens. Dit is het. Pakken die boog weer. We 3 keer een scheef. Dat was met de vorige map ook zo. We moeten gewoon de tactiek aanhouden. Hier moeten we even onze rust nemen. Zo, even shiften. Even springen. Hierheen, even springen. En dan daarheen. Dan daarheen. Daarheen. Daarheen, daarheen. Hierheen. Zo, hoppakee. Niks aan de hand. Die moeten oppassen dat die punten niet te snel uit de vloer komen. Ik mag ook niet eens... ik mag niet eens op de magma-blokken staan. Dat heeft niemand mij verteld. Nou, dan gaan we dan maar weer. Pakken we dit ding weer. Richten we daarop. Badabim, badaboom, hoppakee. Springen we direct naar beneden. En dan gooien we dit even alsof het niks is gewoon. Hier, jongens. Het is makkelijk. Het is makkelijk. Dat is het niet, maar... oh mijn god. Oké, doorrennen. Oppassen voor de punt. Oké, hier is het vorige keer fout gegaan. Dat gaat nu niet gebeuren. Oh! Ik dacht dat het fout ging. Ik dacht even dat het fout ging. Doorrennen, doorrennen. Oké, hier is een punt. Nou, hij heeft me geraakt. Hij heeft me geraakt. Maakt niet uit. Maakt niet uit. De lava is enger. De lava is veel enger. Oké, omhoog. Oh ja. Oké, we zijn weer een stukje omhoog. Maar waar moeten we nu heen? Hierheen. Zo, dan gaan we rechtsom. We gaan rechtsom. Altijd naar rechts, jongens. Net zoals in een doolhof. Rechts aanhouden en dan kom je er wel. Rechts aanhouden en dan kom je er wel. Het is echt angstaanjagend dat ik niet weet waar ik heen moet. Dat vind ik echt oprecht heel angstaanjagend. Ik gok hier. Ik ga gewoon dit gokken. Ik ga gewoon dit gokken. Ik weet niet of ik het goed doe. Ja, maar dan we doen. Oké, kom op mensen. Schiet op. Schiet op. Nu. 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 Oh. Oké, dat gaat goed. De lava is er. Ik zie de lava weer. Maar ik zie ook een ladder hier. Ik zie ook een ladder hier. Oké, dus het is een beetje een haast. Ja. Oké, level 3. Oké, dit is sowieso het laatste level. Kom op, kom op, kom op, kom op. 20 blokken zit hij onder met de lava ongeveer. Hierheen. Hierheen. Oh, ik ben echt aan het stressen. Ik ben echt... jullie willen niet weten hoe spannend ik dit vind. Oh. Ik vind het oprecht heel spannend, omdat er zeg maar lava achter je aan zit. Normaal is parcours wel te doen, maar niet haastend zoals dit. Niet haastend zoals dit. Oh nee! Dat meen je! Ik was zo ver, ik was zo ver. Nou, we proberen het maar nog een keer. Ik zie jullie wel als ik weer bij level 3 ben. A few moments later. Oké, jongens, we zijn als het goed is weer bijna bij level 3. Ik kan de lava alweer daar onder ons zien, dus we moeten echt gaan opschieten. Maar ik denk dat het dit hem gaat worden. Nee, dit gaat hem niet worden. Moeten we wel ons best doen. Oké, kom op. Kom op. We zijn bijna op het punt waar het net fout ging. Ik ben 1 hartje kwijt aan zo'n stom vliegend mes. Die dan, of een bel die dan rondvliegt. Dus ik moet oppassen. Kom op, punten. Ja, opschieten. Oké, zo. Oké. Hierheen. En dan hierheen. Oké, hier ergens ging het fout. Hier ging het fout, want die punten kwamen eruit. En toen ging het fout. Nice, oké, we zijn verder. We zijn verder dan dat we net waren. Springen. Springen. Ik weet niet wat dit doet. Wat doet dit? Jump. Oh, ja, we hebben hem. Oh, we waren vorige keer zo dichtbij. Dan is het nu tijd voor de allerlaatste map. Wat spannend. Nou, we zijn in de allerlaatste map aangekomen. Ik weet niet hoe moeilijk deze gaat zijn, maar we gaan hem in 1 keer halen. Dat ga ik jullie bewijzen. We gaan hem in 1 keer halen, jongens. Dat zou het zijn, hè? Dat zou oprecht wat zijn als we deze in 1 keer halen. Magma-blokken zijn niet veilig. Dat weten we inmiddels ook wel heel goed. Gaan we hierheen. Ik moet wel zeggen, ik vind deze map nu al moeilijker te lezen met waar ik heen moet. De lava gaat elk moment ook inspannen. Oké, daar zou je de lava hebben. Daar zou je de lava... is dit sprongetje te halen? Ja, wat bedoel ik? Ja, dit sprongetje was zeker te halen. Oké, ik dacht dat we level 2 waren, maar dat is niet zo. Waar moet ik heen? 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 Hierheen, in het midden. Natuurlijk moet ik naar het midden. Oké, zo. Zo, hierheen. Oh, jullie niet weten hoe spannend dit is. Ja, oké, level 2. Level 2, jongens. In 1 keer, hè? In 1 keer bij level 2. Alsof het niks is. Wat doet dit? Een knop inklikken. Oh, dan gaan de lasers uit. Dan moet ik opschieten. Oh, oké, de lasers gingen uit. De lasers gingen uit. Dan gaan we hierheen. Gaan we hierheen. Springen we hier. Nee! Nee, 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 nee. Oh god, en de lava is heel dichtbij. Dat was een hele domme fout. Kom op, opnieuw. Lasers. Lasers uit. Oké, snel doorrennen. Ja, en dan hierheen. Oké, hierheen. Hierheen. En dan, hoe moet ik dit doen? Oh, zo, oké. Hierheen, 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 ja. Lasers uit. Doorspringen. Oh, we moeten echt haasten. We moeten echt haasten. Oh, de lava is heel dichtbij. De lava is heel dichtbij. Kom op. Kom op. Kom op. Doorrennen. Doorrennen. We hebben hem in 1 keer. We hebben hem echt in 1 keer. Het is...
is ongelooflijk. Zoals je kan zien, Mushroom Hills, Forbidden Oasis en Power Station. We hebben ze alle drie gehaald. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Een beetje een random parcours video, maar ik vond het oprecht heel leuk om te doen. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video die je nu moet kijken. Omdat je toch nog op YouTube bezig bent. Gewoon even kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water, veel vlees, bier. Tot de volgende keer.